Goedemorgen, bijna 3 minuten over 11:30. En dit is BNR. Wordt het zingen op de achterbank? Dat hoort u zo, maar we gaan eerst eventjes naar iets heel erg leuks. Namelijk heeft te maken met het verre buitenland in onze serie. Op de fiets van pool tot pool, Aart Huig is inmiddels al een tijdje onderweg van de Noordpool naar de Zuidpool. Een maand geleden was hij ook per satelliettelefoon in de uitzending om te vertellen over de vorderingen van zijn fietstocht van 30.000 kilometer. Ik heb nu weer contact met Aart Huig. Aart, waar ben je nu? En dan moet je meteen zeggen waar je slaapt. Ja, nee, ik zit nu op de stoep in Ciudad del Carmen. En dat ligt vlakbij Cancún, diep in de laars van Mexico. En het is een beetje een mijlpaal die ik heb bereikt, want 7 maanden geleden vertrok ik uit een oliedorpje in Alaska. Van de ene zee die druk werd bewoond door muggen. En nu ben ik aan een andere zee. Heb een andere zee bereikt. Voor het eerst weer aan de zee. En zit ik in een oliestad, Ciudad del Carmen. Maar ja, hoe overnacht je? Want de vorige keer dat ik je sprak, toen was je heel enthousiast over de hangmat. Hè? Je had de tent eruit gegooid en de hangmat erin. Hoe is dat nu? Ja, nou, wat ik ook weer tegenkom zijn muggen. Want ik zit opeens hier in de jungles. En er zijn heel veel muggen. Dus ja, ik zit in een hangmat. Dat is... Het is denk ik niet prettig om op de grond mijn tent neer te zetten en te slapen. Dus alle slangen, reptielen en kleine beesten. Dus ik heb een hangmat gekocht. En eigenlijk lig ik nu nog vroeger dan ooit in bed. Ik lig nu, als Sesamstraat begint, lig ik al in bed. Rond een uurtje of 7. Nou, moet je kijken. Maar ja, dan heb je geen last van het ongedierte. Wat hoor ik nou weer op de achtergrond? Ja, honden. Ja, heb je geen last van die honden? Mexico en honden. Ja, Mexico en honden. Nee. Nee joh, nee, ik heb nu. Ik ben maar aan het hergroeperen. Want ik ben van de een op de andere dag ben ik echt junglegebied ingefietst. Enorm vochtig. Mijn camera is kapot gegaan. Ik heb nog steeds een slaapzak die bestand is tegen min 15. Dat is dons of ganzenveren. Nou, die is ook helemaal nat. Dus ik ben maar aan het hergroeperen in deze stad. Ik koop een nieuwe sleeping. Nou ja, in ieder geval, blijft in ieder geval overnachten in die mat. Dat moet gewoon wel. En ondertussen wordt het bestaan misschien wel eenzamer. Hè? Je ex-vriendin was even overgevlogen. Je had een luxe leven bij je Mexicaanse vriend. Maar dat is allemaal voorbij. Ja, dat is dramatisch, joh. Nee, ik heb tot nu toe eigenlijk heel lekker gefietst en met heel veel energie. 3 weken geleden ben ik weer op de fiets gestapt. Na inderdaad best lange stop bij een vriend in Cuernavaca, onder Mexico stad. Mijn vriendin is me ook al opzoeken en inmiddels is mijn vriendin ex-vriendin, want ze zag het niet zo meer zitten met mij. Dus ik ben aan de kant gezet en dat is niet lekker fietsen. Ik heb me ook best wel eenzaam gevoeld en verdrietig eigenlijk in die liefde. En om dan weer terug naar een heel basaal leven van spaghetti en bonen te gaan en dan in die hangmat, dat was niet makkelijk. Dat was niet makkelijk, maar dat had allemaal met deze tocht te maken. Dat ze daar ging. Ze was overgevlogen om te vertellen dat ze hier niet meer tegen kon. Nee, ze was overgevlogen eigenlijk meer om mij beter te leren kennen. Ja, dat is allemaal een heel complex verhaal, maar mij beter te leren kennen. En ik ben verliefd op haar geworden en zij eigenlijk niet zo op mij. Dus dan moeten de paden toch weer een andere kant op gaan. Nee, we zijn weer los van elkaar en ik fiets gewoon alleen weer verder. Maar je hebt hier de man moeder doorheen geslagen, zo klink je nu ook. Geniet je ook nog een beetje van de omgeving? Ik bedoel, je hebt toch volgens mij vulkanen, de jungle, als ze dat zien allemaal op internet? Ja, nee, ik had laatst, 4 dagen geleden heb ik mijn hangmat opgezet. Tussen de bomen, echt diep, vrij diep in de jungle. En midden in de nacht, op een uurtje of 3, werd ik wakker van een heel raar gegil. En dat bleek een orkest van apen te zijn. Dus voor het eerst heb ik apen gehoord. Ik heb ze nog niet gezien, maar die maakten mij wakker om een uurtje of 3. En dat is in het begin wel even schrikken en wennen, maar dat is wel leuk. Heb je nu op dit moment, want je bent al een tijdje bezig, heb je nu het gevoel dat je zowel mentaal als fysiek deze tocht ook gaat voltooien? Fysiek zeker. Mentaal is het zwaar. Het zweet druipt hier echt van af. Het is nu voor het eerst dat ik wel denk van, ik moet wel nog even 18.000 kilometer wegtrappen. Waarvan 5 maanden in de tropen. En dat is wel even weer een knop omzetten. Maar ik ga het doen, tuurlijk. Ja. Tuurlijk ga ik het doen. Je kunt niet meer terug. Iedereen weet het ook nu. We spreken jou volgende maand weer. Heel veel sterkte en succes uit. Dankjewel. En dit is BNR.